Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Tijdelijk hebben we met wat opklaringen te maken, maar die gaan we weer plaatsmaken voor meer wolken. En in de loop van de dag trekken er dan opnieuw buien over ons land. In de ochtend is het op veel plaatsen dus nog wel aan de droge kant. Hier en daar een bui en hier en daar wat zon. Temperaturen van 17 graden die lopen op naar 20 tot 22 graden in de middag. En dan neemt de kans op buien toe. Daarbij is ook kans op onweer. Bovendien trekt de wind aan. Langs de kust kan die wel eens hard worden en dat is een windkracht 7. In de avond blijven de buien aanwezig. Klap om weer is nog mogelijk, en dan doen we het met temperaturen van een graad of 17. De wind neemt nog niet of nauwelijks af, begint in de nacht wel te draaien en wordt morgen westelijk. Temperaturen dan een graad of 20. Op veel plaatsen periode dat het droog is, maar toch ook periode dat er wel een enkele bui kan vallen. De zon schijnt af en toe, maar zeker niet bovenmatig. Dan de dagen die volgen. Woensdag een warmere dag, met in de loop van de dag weer kans op onweer. Donderdag misschien nog onweer in het zuidoosten. En beide dagen hebben we af en toe de zon erbij. Vrijdag verandert er niet veel en, is en blijft het aan de koele kant. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl